Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Ik ben net thuis van kantoor en ik ga nu de stal uitmesten. Ik wilde eerst gaan rijden, maar hoe zullen we het noemen? Ik heb mijn papa gevraagd dat hij de bak wou slepen. Alleen, die is een beetje heel zacht geworden nu die best wel nat was. Dus ik hoop dat als het vannacht vriest, dat ik morgenochtend wel kan rijden, want hij is namelijk een beetje somper. Anders heb ik echt een probleem zondag met de wedstrijd. Maar er staat in ieder geval weer een heel leuk weekend op de planning. En ik neem jullie gezellig mee. Er zijn net een paar hele leuke pakketjes binnengekomen. Dus die ga ik ook even aan jullie laten zien. Een daarvan is de deken die ik gewonnen heb bij Hypostore. Ik ga zo meteen ook de deken wisselen bij de paarden. Daar zit een vulling, een halsstuk en een buitendeken bij. En de buitendeken en een halsstuk is voor Bente en de vulling is voor Wille. Want hier is voor Bente het warm. En zo blijven we altijd een beetje bezig. Maar ik ga nou snel mesten voordat het donker is en dan kunnen de paardjes naar binnen. Nou, hier is die deken. Onderin zit de vulling en dan de andere stukken. De buitendeken en de hals is dan voor Bente en de onderdeken is voor Wille. En Willy staat al aan te gaan als ze naar binnen wil, dus ik ga die even snel halen. Oh jongens, kijk die babybuik van Bente is. Oh. Nog drie maandjes wachten, Bent. Nou, Bente heeft een nieuwe deken aan. Ben je er blij mee? We naar binnen en eten zacht. Ja. Nou, papa en mama die zijn een weekendje naar Duitsland. En dat betekent dat ik natuurlijk helemaal alleen thuis ben. Samen met de paardjes en met de hondjes. Dus ik ben nou een hamburger aan het pakken. Want ik weet al vanavond lekker een broodje hamburger. En morgen zijn ze weer thuis. En morgen heb ik ook een hele leuke dag op de planning staan. Dan ga ik eerst rijden. Want als het goed is, bevriest de bak zo meteen lekker. En dan is hij mooi hard morgen. En morgenmiddag ga ik op pad met mijn camera. Wordt een druk paar uur, denk ik zo. Het gaat paard op foto. Rijdend dan. Twee hondjes. En nog twee, ja, bijna jaarlingen zijn ze. Moet ook nog op de foto. Dus wordt in ieder geval een leuke dag. Wat ga ik voor de rest van de avond doen? Het is nu bijna 6 uur. En ik ga lekker vanavond kerstfilms kijken, denk ik. ik ben nu een serie aan het kijken. En dan schakel ik straks om 8:30 over op kerstfilms. En dan ga ik daarna lekker naar bed. Zo, ik ga het laatste voerrondje doen. Wortels bij. En alles is bevroren. Het is nu -2 bijna. Zoiets. Echt koud en alles knispert ook zo lekker. Echt. Het ruikt gewoon naar Oostenrijk. Echt heerlijk. De paardjes staan op de hinneken. Zo, de paardjes hebben eten gehad en ik ga nou het licht uit doen. En dan ga ik mijn hondje opsluiten en dan ga ik ook lekker naar bed. En dan zie ik jullie morgen weer. Goedemorgen, daar ben ik weer. Ik ga de paardjes voeren. Zijn jullie allemaal blij? Ja. Zijn jullie allemaal blij? Nou, de houtkachel heb ik ook al aan. Dus dat gaat helemaal top hier. Wille die staat ongeduldig achter mij te wachten om iets te gaan doen. En ik heb mijn nieuwe laarzen aan. Daar ga ik voor de eerste keer mee rijden. Want ik heb morgen wedstrijd. En ik wil ze eigenlijk morgen ook aan. Dus ik hoop allemaal dat het een beetje gaat. En ik hoop dat je ook een beetje braaf bent. Maar dat zal wel, hè. Nou, Wille en ik zijn lekker aan het uitstappen. Mijn laarzen zaten heerlijk. Het was wel eventjes wennen. Maar ze zitten echt top. Dus die kunnen morgen in ieder geval aan de wedstrijd. En Wille die was, hoe zullen we het noemen? Flink fanatiek. Hij wil, ja. Hij heeft hard gewerkt. En we hebben het nu best wel warm gekregen. Ook al is het -2. Dus dat is ook wel mooi. De bak is eigenlijk echt top. Alleen het kleine bovenlaagje dat zal staan. Al een centimeter of zo is aangevroren. Maar zodra zij er een voet op zet, dan is het al weg. Dus het ondergrond is gewoon lekker zacht. Dus zij kunnen heerlijk rijden. Dat is wel heel fijn. En dan stap ik zo nog even een paar rondjes. Met de kou weer is wel belangrijk dat we goed uitstappen en heel goed instappen.
Dus dat is voor mij een beetje kou leien. Maar daarna gaan we lekker binnen bij de kachel zitten. En dan mag ze op stal een beetje opdrogen, want ze is wel een beetje bezweet. En dan kan daarna daar lekker warme deken weer aan. En dan mogen ze naar buiten. En dan ga ik op pad om foto's te maken. Ik ben dus echt groot fan van dit koude weer. Maar het enige nadeel daarvan is dat er achter bij de paarden in de stallen is wel water. Maar buiten het kraantje niet, die is bevroren. Dus nu moet ik vanaf het huis, vanuit het kraantje, helemaal naar de andere kant van de achtertuin. Om Bente de waterbak te vullen, want die was leeg. Dus ik kom in ieder geval aan mijn beweging toe vandaag. Zo, ik ben nu de paardjes buiten aan het zetten. Alles is gevuld, ze bent. Hier een mooie nieuwe deken. Ja, fijn hè. Zo, ik ben net thuis om foto's te maken. En ik ga nu eerst paardjes binnenzetten. Want die staan maar aan te kijken van dat ze heel graag naar binnen willen. Nou, gisteren ben ik heel veel vergeten te vloggen de rest van de middag. Sorry. Nou, ik ben gisteren meer van foto's geweest te maken. Ik heb echt een hele leuke beelden kunnen schieten. Dus dat is altijd leuk natuurlijk. Toen ik thuis kwam, eerst paarden ben gezet. En daarna ben ik gaan editen. En toen kwamen papa en mama thuis. Dus toen heb ik daarna eigenlijk ook niet echt nog heel veel dingen gedaan die heel boeiend waren. En ja, het is nu zondag. Ik ga de paardje voeren. En vandaag is wedstrijddag. Dus ik neem jullie vandaag wel weer lekker de hele dag mee. Dus ik heb er zin in. Goedemorgen. Ik ben net al met de honden buiten geweest en nu ben ik water aan het vullen, want de kraan doet het weer. Daar ben ik echt super blij mee. En dan gaan we naar de paardjes lekker naar buiten, want ik moet om 2 uur rijden straks. Dus wij gaan om 1:15 of zo weg. Want het is hier 10 minuten vandaan, dus dat is wel chill. En, maar dan kunnen ze toch nog eventjes lekker buiten staan voordat ik willen klaar ga maken, want dat is denk ik wel nodig. Ik ben mijn wedstrijdspullen allemaal klaar aan het leggen. Ik heb mijn laarzen al gepoetst. En ik heb een nieuwe plastron. Die rechtse, die is nieuw. Dus dat is net iets voller. Want ik vind af en toe ook een beetje iets mis. En die linker, die heb ik al een tijdje. Die is ook wel heel fijn. En die zit ook wel lekker. Maar ik ga vandaag met die rechtse rijden. Wedstrijd weer ook al klaar liggen. Met mijn swimshield broek. En mijn mooie riem met steentjes. Er zitten bijna dezelfde steentjes in als in de frontrim, dus dat is ook wel leuk. Hier zitten mijn haarspullen in. En toen ik van de week bij de Emmers was, hebben we ook nog deze gevonden. Want ik rijd natuurlijk voor Magic Tag. Dit zijn van die patches die er ook op kunnen. Deze waren heel goedkoop in de aanbieding. Ik denk, dat is wel een leuke aanvulling op mijn wedstrijd outfit. En ik had daar ook nog een nieuw oornetje gekocht voor willen, maar die ligt er achter. Het grootste gedeelte ligt al in de trailer. Ik heb net Willen de Kentucky deken uit de kast gehaald. Die was helemaal goed. Die hebben we gewassen van de zomer. Die is nu lekker schoon, dus die mag ze straks aan. En poetstas staat nog wel hier. Daar moeten nog wat borstelen in straks. En dan kan die ook in de trailer. En de rest zit allemaal in de trailer. Dus ik ga nou lekker even naar binnen. Even opwarmen. En dan ga ik Willen klaarmaken. Jongens, dit paard ziet eruit. Ah, kan je die benen zien? En het hoofd. Ja. Dan gaan we maar eens even iets moois van maken, hè, Wil? Zo, Willy ziet er weer knap uit, hè? Raar paard. Ja. Zo, ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb mijn wedstrijdkleren over aan. En dan gaan wij zo meteen Willy inladen. En dan gaan we op pad. Thank you.
Nou, wij zijn weer thuis. Dit was een wedstrijd die heel kort duurde. Het was met losrijden echt super, super fijn. Echt niet normaal. Ik dacht echt van, wie is dit? En toen gingen we buiten langs. We moesten de bak in. Er komt die bak binnen, helemaal prima. Kijkt helemaal nergens naar. Ik staf mijn proef, niks aan de hand. Ik kom van mijn wijken, kom ik terug op de hoefslag. Ziet ze in de hoek, ziet ze in één keer een kruiwagen staan. Dat was al paniek. Omdraaien en help. Wel langs gekregen, doorgereden, diagonaal opgereden, midden eraf, dat ging goed. En toen was ze bijna bij de hoekletter en toen was het helemaal fout. Hè? Ja, die liet je toch. En ze durfde er gewoon echt niet langs. Dus toen hebben we me afgevoerd. Nog wel eventjes rondgereden in de baan. Langs de andere kant en toen weer langs de moeilijke kant. En wel goed afgesloten, maar toen... Sappen proeven na 3 onderdelen al op. Dus nou ga ik de deken maar wisselen. En dan mag ze nog even lekker naar buiten. Hé, knappie. Nou, lekker ooitje eten. Ja, lekker buiten spelen nog de rest van de middag. Nou, toen we terugkwamen van wedstrijd zijn we nog even bij oma op bezoek geweest. En ik heb net nog even gedoucht. En wij gaan zo meteen gaan we lekker eten. En ik ga de paardjes voeren. En voor de rest van de avond is lekker bank hangen, films kijken en lekker uitrusten. Want morgen staat er weer een nieuwe werkweek te wachten. Komende week ga ik wel elke dag naar kantoor. Woensdagochtend en vrijdagochtend ook. Er staan heel veel afspraken op de planning voor de kerstvakantie nog. En het is nu eigenlijk wel een beetje aftellen voordat ik vakantie heb. Dus dat is ook wel leuk. Ik hoop dat jullie deze video een beetje leuk vonden. De wedstrijd vandaag viel een beetje tegen. Dus ik ben eigenlijk ook wel blij dat ik daar geen aparte video van gemaakt had. Anders was dat wel een hele korte geweest. Maar ik hoop dat jullie toch de video leuk vonden. En doe zeker een blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie in de volgende Vlogmas video weer. Tot de volgende keer!